Dag, mijn naam is Yvonne Toeset. Ik ben EFT Master Trainer en in dit filmpje ga ik je een EFT oefening geven waarbij je EFT kan doen voor iemand op afstand. En dat klinkt misschien een beetje raar, want normaal gesproken doen we altijd EFT voor onszelf. Maar je kan EFT dus net zo goed als dat je bijvoorbeeld een reiki kan doen op afstand of een gebed uitspreken voor iemand op afstand. Kun je ook EFT doen voor mensen op afstand. En in dit filmpje ga ik je laten zien hoe dat werkt. En dat doe ik samen met Nita. Nita van Vliet. Hallo Nita. Ha Yvonne, goedemiddag. Ja, fijn dat je er bent. Ja. Ja, we gaan werken met EFT op afstand. Hè? Heb je daar ervaring mee zelf? Ja, ik heb er kort geleden daar wel iets mee gedaan. En ik was daar in eerste instantie best wel wat twijfelachtig over. Maar ik weet inmiddels beter, ik weet dat het werkt. En het is gewoon heel fijn om het voor iemand te doen die je niet kunt bereiken. En niet wel misschien wel erg nodig heeft. Ja, en ik noem dat wel eens van, nou, het is eigenlijk, je stuurt, als je iemand een bloemetje stuurt, daar wens je iemand ook iets goeds mee. Of als je voor iemand gaat mediteren, of je denkt aan iemand en je stuurt iemand positieve gevoelens. Hè, dat, het is eigenlijk iets wat heel veel mensen heel vaak doen. En dus ik vind het bijzonder om dat met jou te doen. Jij bent ook een EFT-beoefenaar, hè? Ja, ik heb bij jou de opleiding gevolgd, hè, afgelopen jaar, niveau 1, 2 en 3. En ik ben behoorlijk aangestoken door het EFT-virus, om het dan maar zo te vertellen. Ja. En komende maanden ga ik nog meer daarin doen. En ik heb een praktijk in stress en burn-out, als stress en burn-out coach. Ja. En daar doe ik heel veel EFT mee momenteel. En ik zie daar prachtige resultaten. Die kan ik daarmee behalen. En dat smaakt voor mij naar meer. Dus ik gebruik deze tool steeds meer. En ik vind het heel fijn. En mijn cliënten ook. En het kan ook heel goed op afstand. Ja. Het werkt prima. Ja. Nou, en op dit moment zitten we natuurlijk nog midden in de coronacrisis. En dat betekent dat we veel mensen niet dichtbij ons kunnen hebben. En daarom is deze manier van EFT toepassen ook zo fijn dat we die nu hebben. En dat we daarvoor een ander die we dat iets goeds wensen, dat op die manier kunnen sturen. En het eerste wat eigenlijk heel erg belangrijk is als we deze oefening doen, is dat we een zuivere en juiste intentie hebben. Ja. En wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee dat als je iets voor een ander gaat doen, dan kun je natuurlijk zeggen van, nou, ik ga toestemming vragen aan die persoon. En dat is natuurlijk prima, want je kan zeggen van, goh, ik wil graag EFT voor jou doen, vind je dat goed? Maar ik vind het altijd heel erg belangrijk dat als je dat doet voor mensen die je misschien niet die vraag kan stellen, dat je intentie zuiver is. Dus dat je dat puur doet voor het belang voor die ander, zodat die ander zich beter kan gaan voelen. En in die zin is het belangrijk om dat wie jij zelf bent of wat je zelf wilt, daarbij uit te schakelen. En dat klinkt eigenlijk makkelijk, maar dat is niet zo makkelijk, hè? Want de meeste van ons zitten altijd ongelooflijk in ons hoofd. En als we dit willen gaan doen, dan moeten we meer naar ons voelen gaan. Dus dat is eigenlijk de eerste oefening, hè, die ik zou willen doen met jou. En dat betekent dat we om EFT op afstand voor een ander te doen, meer moeten afstemmen op ons gevoel, op onze intuïtie, op dingen die zomaar tot ons komen zonder dat we erover nadenken. Dus ik wil je vragen niet om even je ogen dicht te doen. Okay. En als je op dit moment waarneemt wat er allemaal in je hoofd zich afspeelt. En dat kunnen allerlei gedachten zijn. Gedachten die over dingen die je nog moet doen of over wat je gedaan hebt.
We zijn vaak ons helemaal niet bewust van hoe actief ons hoofd is. En als ons hoofd actief is, dan wordt het een stukje lastiger om te voelen en waar te nemen en je intuïtie te gebruiken. Dus als je kijkt naar de activiteit in je hoofd op dit moment, en je zou dat een cijfer moeten geven, Nita, op de schaal van 0 tot 10. Hoe actief is je hoofd? Als 10 is erger kan niet, en 0 is mijn hoofd is helemaal rustig. Een 3. Oké, goed. Nou, laten we kijken of we dat nog iets rustiger kunnen maken. Als je thuis deze oefening meedoet, dan kun je dat precies op dezelfde manier meedoen. Dus kijk hoe druk het in je hoofd is, geef er een cijfer aan. En dan gaan we kloppen op de zijkant van je hand. Ja. Oké, en dan spreken we de opstartzin 3 keer uit. Ook al is het druk in mijn hoofd. Ook al is het druk in mijn hoofd. Zijn er allerlei gedachten? Zijn er allerlei gedachten? Ik sta ervoor open. Ik sta ervoor open. Om meer te voelen. Om meer te voelen. En waar te nemen. En waar te nemen. En ook al is het druk in mijn hoofd. En ook al is het druk in mijn hoofd. Met gedachten. Met allerlei gedachten. Ik ben gewend om te denken. Ik ben gewend om te denken. En toch sta ik ervoor open. Toch sta ik ervoor open. Om te voelen en waar te nemen. Om te voelen en waar te nemen. En ook al zijn er die gedachten in mijn hoofd. En ook al zijn al die gedachten in mijn hoofd. Over wat ik moet doen. Over wat ik moet doen. Of zomaar dingen die in me opkomen. Of zomaar dingen die in me opkomen. Toch sta ik ervoor open. Toch sta ik ervoor open. Om te gaan voelen en waar te nemen. Om te gaan voelen en waar te nemen. Heel goed. Dan doen we de klopronde. Begin maar boven op je hoofd. Ja. Al die gedachten in mijn hoofd. Al die gedachten in mijn hoofd. Bij je wenkbrauw. Eigenlijk gaat dat de hele dag maar door. Eigenlijk gaat dat de hele dag maar door. Zijkant van je oog. Het kan zo druk zijn in mijn hoofd. Het kan zo druk zijn in mijn hoofd. Onder je oog. Al die gedachten die ik heb. Al die gedachten die ik heb. Onder je neus. Die drukte in mijn hoofd. Die drukte in mijn hoofd. Al dat denken wat ik doe. Al dat denken wat ik doe. Sleutelbeen. Ik ben er zo aan gewend. Ik ben er zo aan gewend. Om overal over na te denken. Om overal over na te denken. Onder je arm. En dan is het zo druk in mijn hoofd. En dan is het zo druk in mijn hoofd. Hoekje van je duimnagel. Al die gedachten in mijn hoofd. Al die gedachten in mijn hoofd. Bij je wijsvinger. Het kan zo druk zijn in mijn hoofd. Het kan zo druk zijn in mijn hoofd. Middelvinger. Alles wat ik moet doen. Alles wat ik moet doen. Ringvinger. Overal waar ik over moet nadenken. Overal waar ik over moet nadenken. Bij je pink. Het kan echt heel druk zijn in mijn hoofd. Het kan echt heel druk zijn in mijn hoofd. De zijkant van je hand. En als het zo druk is in mijn hoofd. En als het zo druk is in mijn hoofd. Kan ik niet voelen. Kan ik niet voelen. Boven op je hoofd, we doen nog een rondje. Misschien mag ik mijn hoofd wat rust gunnen. Misschien mag ik mijn hoofd wat rust gunnen. Wenkbrauw. Misschien hoeft mijn hoofd even niet zo hard te werken. Misschien hoeft mijn hoofd even niet zo hard te werken. Zijkant van je oog. Ik hoef het allemaal niet te bedenken. Ik hoef het allemaal niet te bedenken. Onder je oog. Misschien kan ik wat meer vertrouwen op mijn gevoel. Misschien kan ik wat meer vertrouwen op mijn gevoel. Onder je neus. En die gedachten even los te laten. Die gedachten even los te laten. Op je kin. Alles wat ik denk en moet weten. Alles wat ik denk en moet weten. Sleutelbeen. Misschien mag ik het even loslaten. Misschien mag ik het even loslaten. Onder je arm. Misschien hoef ik het even allemaal niet te weten. Misschien hoef ik het even allemaal niet te weten. Duim. Zodat ik meer kan voelen. Zodat ik meer kan voelen. Wijsvinger. Meer kan ervaren. Meer kan ervaren. Middelvinger. Meer kan waarnemen. Meer kan waarnemen. Ringvinger. Ik hoef het allemaal niet te bedenken. Ik hoef het allemaal niet te bedenken. Denken. En ik hoef het ook niet allemaal te weten. Ik hoef het ook niet allemaal te weten.
de zijkant van je hand. Ik mag het gewoon voelen. Ik mag het gewoon voelen. En waarnemen. En waarnemen. Heel goed, haal even diep adem. Weer dicht. En kun je waarnemen hoe het is in je hoofd op dit moment? Heerlijk rustig. Rustiger, ja? Ja. Ja. Welk cijfer zou je het nu geven? Ja. Zeg maar 1. Oké. Dat is mooi. Nou, heb ik een paar keer het woord waarnemen gebruikt, hè? En ik vind dat eigenlijk de beste omschrijving voor wat we nu gaan doen. Want als je EFT op afstand voor iemand gaat doen, dan moet je eigenlijk oordeelloos kijken. En meestal, als we iets zien, dan gaan daar gelijk gedachten over komen. En wat we nu nodig hebben, is om waar te nemen en te voelen. Dus je gaat je aandacht richten op een persoon waar je graag een positieve energie naar wil sturen. En je hoeft eigenlijk dat alleen maar waar te nemen en dan te voelen wat daar is. En dat is iets anders als dat je naar iets kijkt en daar onmiddellijk iets van vindt of daar allerlei associaties bij hebt. Ja? Ja. Is er iemand in jouw omgeving in deze tijd die jij graag een wat meer positief gevoel zou wensen? Ja, dat is er wel. Ja. Oké. En voor de mensen die meedoen met deze oefening zou ik willen zeggen, denk allemaal na over iemand in je omgeving. Misschien iemand die ziek is, iemand die je niet kan zien, iemand die het moeilijk heeft, die je graag wat meer positieve gevoelens zou toewensen. Dus Nita, zou je je ogen even dicht kunnen doen? Ja. En als je deze persoon in je aandacht neemt, dus stel je maar voor dat je deze persoon ziet en dat kan een plaatje zijn of een bewegend beeld, een filmpje. Neem deze persoon in je aandacht. Mm-hmm. En als je dat waarneemt, wat gebeurt er in je lichaam? Nou, ik heb meteen verbinding met die persoon. Heel goed. Ja. En hoe weet je dat er verbinding is? Hoe voelt dat dan voor jou? Ik voel dat er liefde is. Dat stroomt. Ja. Dat voel ik. Mooi. En als je deze persoon waarneemt, hè? Mm-hmm. Is er ook iets waarvan jij het gevoel krijgt dat deze persoon het wat moeilijker mee heeft? Welke emoties zouden dat kunnen zijn? Ja, ik denk dat ik het wel weet, dat hij niet naar huis mag. Mm-hmm. Daar is hij wel mee bezig. De hele dag is hij daar mee bezig, dat hij naar huis wil en dat hij naar huis gaat. Ja. Maar dat is niet zo, dus... Ja. En wat voor emoties zouden daarbij kunnen horen? Wat denk je, wat voor emoties deze persoon daarover voelt en ervaart? Wat komt er in je op? Hij zit in een andere wereld. Omdat hij, het is mijn vader, om het even duidelijker te maken. Mijn vader zit in een verzorgingshuis. En mijn pa, die, wat zal die nodig hebben? Ik denk een arm om hem heen en een knuffel. En weten dat wij allemaal, dat ik heel veel van hem hou en dat hij geliefd is. Dat zou ik hem willen zeggen. En mijn vraag was nog even om te inventariseren het feit dat hij niet naar huis kan. Wat voor gevoel geeft hem dat, denk je? Machteloosheid, denk ik. Ja, ik denk niet zozeer frustratie, zover gaat zijn brein niet. Mm-hmm. Het is machteloosheid. Oké, goed.
Doe je ogen maar weer open. Ja. Voor degenen die de oefening meedoen, en daarom ga ik dit ook iets breder trekken, Nita, dan normaal gesproken gebruiken we eigenlijk alleen maar datgene wat bij jou opkomt. Maar omdat dit een oefening is voor meer mensen, ga ik wat meer woorden gebruiken. Want ik kan me voorstellen dat er hele basale emoties kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld angst, verdriet. Nou, die machteloosheid lijkt me goed, maar ook onrust misschien. Hè, dus ja. Ook heel onrustig zijn. Dus die woorden ga ik toevoegen. Ja, prima. Dat het voor zoveel mogelijk mensen passend kan zijn. Ja? Ja. Oké, en je zei van nou, je zou deze persoon graag een knuffel gunnen, dat hij geliefd is, liefde sturen. Hm. Ja. Ook beterschap? Beterschap, dat is al, ja, het is een onbegonnen zaak bij mijn vader. Maar goed, er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel die beterschap nodig hebben, die nog beter kunnen worden. Dus als je het dus hebt over het grotere geheel, dan denk ik dat je dan, als je die woorden zou kiezen voor beterschap, is voor iedereen fijn. Misschien gezondheid. Gezondheid, ja. Ja, ja, gezondheid is een mooi woord. Oké, goed. Nou, als je een persoon in gedachten hebt, blijf dan met je aandacht bij deze persoon tijdens de oefening. Als je het fijn vindt om je ogen dicht te doen, Nita, ik zag dat jij dat ook af en toe deed. Dat is gewoon heel fijn, kan je beter concentreren. Ik zeg steeds alle punten mee, zodat mensen weten waar we zijn. Dus we beginnen te kloppen op de zijkant van je hand. Ook al kun je niet naar huis. Ook al kun je niet naar huis. Voel je machteloosheid. Machteloosheid. En misschien wel onrust. En misschien wel onrust. Toch stuur ik jou. Toch stuur ik jou. Mijn armen om je heen. Mijn armen om je heen. En gezondheid. En veel gezondheid. En liefde. En liefde. En ook al kun je niet naar huis. En ook al kun je niet naar huis. En voel je misschien angst? En voel je misschien angst? Machteloosheid. Machteloosheid. Ik stuur je een arm en een knuffel. Ik stuur je mijn armen en een knuffel. En gezondheid. En gezondheid. En heel veel liefde en warmte. En heel veel liefde en warmte. En ook al zie ik jou. En ook al zie ik jou. Met alles waar je last van hebt. Met alles waar je last van hebt. Wat moeilijk is voor je. Wat moeilijk is voor je. En ik begrijp dat heel goed. En ik begrijp dat heel goed. Dus ik stuur je liefde. Dus ik stuur je liefde. En warmte. En warmte. Een arm om je heen. Een arm om je heen. En gezondheid. En gezondheid. Goed zo. Nog maar boven op je hoofd. Je kan niet naar huis. Je kan niet naar huis. Wenkbrauw. De machteloosheid die je voelt. De machteloosheid die je voelt. Kijk het van je oog. Ik snap dat heel goed. Ik snap dat heel goed. Onder je oog. Alles waar je moeite mee hebt. Alles waar je moeite mee hebt. Onder je neus. Alles wat zo lastig voor je is op dit moment. Ah, alles wat zo lastig is voor je op dit moment. Kind. Misschien is er angst. Misschien is er angst. Sleutelbeen. Misschien is er verdriet. Misschien is er verdriet. Onder je arm. Machteloosheid. Machteloosheid. Bij je duim. Ik begrijp dat zo goed. Ik begrijp dat zo goed. Je wijsvinger. Dus ik stuur je warmte. Ik stuur je warmte. Middelvinger. Ik stuur je een arm om je heen. Ik stuur je mijn armen om je heen. Ringvinger. Ik stuur je liefde. Ik stuur je liefde. Pink. En ik stuur je gezondheid. En ik stuur je gezondheid. Kijkend van je hand. Want ik geef heel veel om jou. Want ik geef heel veel om jou. Oké, goed, Nita. Je mag je ogen nog even dicht houden. Oké. Gaat het? Ja, het is behoorlijk emotioneel. Maar dat geeft niet. Wat roept het in je op? Ja,
ook die machteloosheid dat je, dat die man daar zit. En zoals heel veel mensen opgesloten zitten, dat gaat me allemaal hard. Ja, ja. Als je nu hem weer voor de geest haalt, hè? En wat ik dan ga vragen is eigenlijk een manier van waarnemen waarin je jezelf kan laten verrassen in wat het onderbewuste jou laat zien. Als je hem nu weer voor de geest haalt, wat zie je dan? Wat neem je waar? Nou, ik zie dat hij wakker is. Dat was net niet. Hing die voorover op de tafel. Mm-hmm. Ik zie dat hij wakker is. Dat is mooi. Dat hij oplet. Ja. En als je nu goed hem in de ogen kijkt, hè? Mm-hmm. Wat is er met hem aan de hand? Hij mist ons allemaal. Mm-hmm. En zijn ouders, hoe gek het ook klinkt, maar die mist hij ook. En hoe sterk is de machteloosheid die je zelf voelt? Die ik zelf voel. Het is best hoog hoor. Ja, het is best wel hoog eigenlijk. Oké, doe je ogen maar open. Dan gaan we daar nog eventjes mee verder. Klopt, de bezijking van je hand. Ook al voel ik machteloosheid. Ook al voel ik machteloosheid. Als ik mijn vader zo zie. Als ik mijn vader zo zie. Maar ik stuur hem liefde. Maar ik stuur hem liefde. En warmte. En warmte. En ook al voel ik machteloosheid. En ook al voel ik machteloosheid. Als ik hem zo zie. Als ik hem zo zie. Ja. En hij mist ons. En hij mist ons. En ik mis hem. En ik mis hem. Dus ik stuur je liefde. Ik stuur je liefde. Een warme arm en een knuffel. Een warme arm en een knuffel. En gezondheid. En vooral gezondheid. En ook al zie ik hem. En ook al zie ik hem. En ik mis hem. En ik mis hem. Hij mist mij. En hij mist mij. Ik stuur je liefde. Ik stuur je liefde. En gezondheid. En gezondheid. Een warme knuffel. Een warme knuffel. Goed, zo boven op je hoofd. Machteloosheid. Machteloosheid. Ja. Wenk. Ik mis je. Ik mis je. Zijkant van je oog. Ik stuur je een warme knuffel. Ik stuur je een warme knuffel. Onder je oog. Machteloosheid. Machteloosheid. Onder je neus. En ik mis je. En ik mis je. Op je kin. En jij mist mij. En jij mist mij. Sleutelbeen. Dus ik stuur je al mijn liefde. Ik stuur je al mijn liefde. Onder je arm. Want in gedachten ben ik zo dicht bij je. Want in gedachten ben ik zo dicht bij je. Bij je duim. Ik stuur je een warme knuffel. Ik stuur je een warme knuffel. Bij je wijsvinger. Want ik voel me zo verbonden met jou. Want ik voel me zo verbonden met jou. Middelvinger. Ik stuur je al mijn liefde. Ik stuur je al mijn liefde. Ringvinger. Weet dat ik aan je denk. Weet dat ik aan je denk. Pink. En ik stuur je liefde. En ik stuur jouw liefde. Kijk het van je hand. En gezondheid. En gezondheid. Goed zo. Oh. Ja. Hoe is het nu? Een stuk rustiger bij mij. Oké, okay. Ja. Mooi. Dus als je jouw vader nu weer voor de geest haalt, hè? Mm-hmm. En je neemt het gewoon waar. Je hoeft het niet te forceren of te doen. Je hebt gewoon een soort van neutrale nieuwsgierigheid en je haalt het, ja, beetje op.
Je zegt het goed, neutrale nieuwsgierigheid. Zo voelt het ook nu, dat het een soort neutraal is. Mm-hmm. Dat ik er met minder emotie naar kan kijken. Mm-hmm. Naar hem kan kijken. Ja. En hoe is het met hem, denk je? Wat zeg je? Hoe is het met hem, denk je? Hij heeft een vette glimlach op zijn gezicht. Ja. Ja, hij vindt het prettig. Mooi. Goed. Ik denk dat wij allemaal als mens heel erg vergeten zijn dat we deze kwaliteit hebben om zo intens met mensen verbonden te zijn. Mm-hmm. En als we ons daar een beetje meer in oefenen, dan zal je merken dat die kwaliteit steeds sterker wordt. En vaak merk je dat op momenten dat bijvoorbeeld de telefoon gaat en je weet dat het je dochter of je zoon of je moeder of je vader is. Of ja, dat je al iets weet voordat je het eigenlijk had kunnen weten. En ik denk dat dat een heel natuurlijk gegeven is van ons mensen, omdat we eigenlijk energetisch gezien ongelooflijk aan elkaar verbonden zijn. Mm. Juist in deze tijden van de coronacrisis, denk ik, is het ontzettend mooi om die kwaliteiten in onszelf sterker te maken, zodat we er ook op die manier voor anderen kunnen zijn. Ja, mooi. Dank je wel voor het meedoen van deze oefening. Nou, jij bedankt voor de herinnering, hè? Want dat is het ook. Je maakt ook weer dingen bij mij wakker. Denk, ja, ik zou ook wat meer in kunnen tunen op ja. Die mensen die daar zitten. Hè? Want... Ja, al die mensen die ons dierbaar zijn en nu op een afstand zijn. Ja, zeker. Nou, dank je wel. En iedereen bedankt voor het kijken. Dit filmpje kun je natuurlijk terugkijken en de oefeningen meedoen. En ik hoop je binnenkort nog een keer te zien.